Jeremiah, ben je er weer? Ja. En wat heb je vandaag? Weer een mooi spel om te laten zien. Met bunnyhop. Oh, het is bunnyhop. Pas op voor valkuilen en hindernissen. Een bunny? Wat voor bunny? Wat voor dier is dat? Een konijn. Oh ja, het gaat ook over konijnen. Er staan allemaal konijntjes aan op. Boven staat er boven. Ja. Boven staat er... Bij de bergen staat de wortel. Oké. Dus... Nee, en daar staat het. Oké, dus als je op de wortel staat, dan... Heb je gewonnen! Dan heb je gewonnen! Ja, nou zullen we het dan maar even gaan spelen. Kijk daar. Ja, gaan we het even laten zien. Kijk daar. Dat gaan we doen. Ja, en daar heb je het dus allemaal mooi klaargezet voor ons. Wat heb jij dat netjes gedaan? Ja. Oké, dus we hebben... 4 soorten konijnen. Roze, blauw, geel en paars. Oké, en dit is het spel. Dit zijn de 4 kaartjes die je dus kan krijgen. Een konijntje met 1 stapje. Het konijntje met 2 stapjes. Een konijntje die 3 stapje mag zetten. Klik. En de wortel klik. Nou, laat eens zien hoe die klikt. Laat maar eens zien. Ja, en wat kan er dus gebeuren... Er kunnen gaten komen in het spel. Dus als het konijntje staat, wat gebeurt er dan met het konijntje? Het konijntje valt in het gat en dan ben je af. En dan moet je weer een nieuw konijntje opzetten. En iedereen heeft 4 konijntjes. En er mogen ook meerdere konijntjes op het bord staan. Meerdere konijntjes op het bord staan. Ja. Dit is het hekje. Die kan je van daar naar daar verschuiven. En dit is het bruggetje. Als die naar beneden staat, dan mag je gewoon doorlopen. Dan is het gewoon daar 1 en 2 en 3. Maar klik hier en staat hij omhoog. Zo staat hij omhoog inderdaad. Dan moet je hier blijven wachten totdat het bruggetje naar beneden gaat. Nou, zullen we het maar gewoon even gaan spelen? Dan kunnen ze het zien. Ja. Oké. Okay. Nou, jij mag beginnen. De jongste speler begint. Eerst een kaartje pakken. Dan weten we hoeveel jij mag vooruitstappen. Nee, je mag er nog niet op staan. Oké, weer opnieuw. Pak maar het eerste kaartje. We gaan beginnen. Laat maar eens zien. Wat heb jij? Klik. Dan gaan we klikken. Er staat nog niemand in het veld, dus kan je nog niemand wegklikken. Oh, de brug staat wel al omhoog. Dus als iemand daar staat, kan je niet verder. Nee, nou, ik ga een kaartje pakken. Ik heb... 1 stapje. Ik doe dit. Nou, ik was paars, toch? Aha. 1. Okay. Ah! Nu ben jij. Wat heb je? 2. Laat eens zien, 2. Ja, 2 stapjes. Dan mag je over mij heen, hoef je mijn vakje niet meer mee te tellen. Alleen de vakjes die je ziet. 2. Ik sta wel bij het molletje, dat is een beetje een risico. Nee, ik krijg het niet. Ik heb er 1. Oh! Eentje verder. Nu ben jij weer. Goed even laten zien welke dat je hebt. En maar 1 kaart pakken. Hoeft er geen 3 te hebben. Klik! Ja, dan mag je klikken. Met de wortel. Niks gebeurt. Ik heb ook klik. Nu mag jij weer. 1. 1 stapje. Goed zo. Ik heb er 2. 1, 2. Nou, omdat Jeremiah daar staat, mag ik nog automatisch eentje verder. Oh, daar. Wat heb je? 1. 1. Nou, hier een stapje. Oh, dan sta jij hier. Dan ja, mag je eroverheen. Goed zo. Rijkt zo. Ik heb er 2. Dus die tellen we niet mee. Dus dan gaat het 1, 2. Ja, nu ben jij. Wat heb je? Kan je het zien? Alweer een klik. Oh, als je jezelf er maar niet afklikt. Oh, gelukkig. Ik heb 1. 1. Nu ben jij weer. Gezondheid. Wat heb je? 2. 1, 2. Oké. Okay. 1. Ah! Kijk. Nu heb ik dus de pech dat het gat
open is. Ik moet er dus doorheen. Jong, daar is mijn konijntje weg. En dan moet ik zo weer een nieuwe opzetten. Helaas, pindakaas. Ja. En jij hebt weer klik. Niks gebeurd. Nergens is je groen. Dan heb ik er drie. Nee, pak ik een nieuw konijn. 1, 2, 3. Nergens is je groen. Nee, op dit moment is er nergens een gat. Nee, dat verschilt per klik. Mama, waar gaat dit? Nu mag jij weer. Do. Wat heb je even laten zien wat je hebt, zodat wij kunnen zien? 1. Ja. 1 stapje. Goed zo. Ik heb ook 1. Nou, dat schiet ook niet erg op. Waarom pak je iedere keer zoveel kaartjes? Zo moeilijk om de stapel, om 1 van de stapel te pakken. Nu heb je er 3. Nou, dat gaat al wat sneller. 1, 2, 3. Oh, ik heb klik. Hopen dat er niemand weggeklikt wordt. Niks gebeurt. Nee. Dan heb je 2. En je hebt het geluk dat de brug naar beneden staat. Dus je kan er overheen. 1. En dan ga je lopen. En dan 2. Goed zo. 1. Ja, jij bent... Ik ben bij de jongen. 3. Alweer 3. Nou, dan gaat het wat sneller, hè? 2, trappetje op en 3. Ja, heel goed. Jij bent bij de nog dezelfde weg en ik ben bij de... 2. Ja, jij bent al bijna boven. Nee, maar hier kom je boven. Ja, dit is het laatste vakje, trappetje omhoog. En als je hier bovenop staat, dan heb je gewonnen. Ja, nou. En hier is ook dus de rijbaan. Ja. Ga je zo? Nou, pak maar even een kaartje. Kijken of jij al bijna kan winnen. Oh, je hebt klik. Klik jezelf nou niet weg, hè? Oh. Mama, hier was het. Ja. Ik heb 2. Mama. 1, 2. Nu ben jij. Wat heb je? 3. Laat eens even zien. 3. Ja. Wat gaat weer snel? 2, 3. Goed zo. Ik heb er ook 3. Ga ik ook wat sneller. 1, 2, 3. Ja. Nou, jij staat erachter. Oh jee, je hoeft nog maar een paar stapjes en dan ben je er al 1. Ja, 1. Gaan we langs elkaar op. Ik heb een klik. Hopelijk blijven we staan. Hoho. Nee, niks gebeurt. Gelukkig. Nou, jij bent... 1. 1. Wat deed je op? Ik heb klik. Ja. Zijn we allemaal veilig? Oh, daar ging het gele konijn. Ja, en dat is balen, want dan denk je dat je er bijna bent. En dan gebeurt het. En dan betekent het dat we weer een nieuwe opzetten, want we hebben gelukkig nog genoeg konijnen. Ja, het is altijd even moeilijk. Nou is Jeremiah heel erg teleurgesteld, want hij dacht, oh jee, ik ga zo winnen. Maar helaas, je kan nog steeds winnen, er is niks aan de hand. Maar misschien valt mama zo meteen ook en moet ik ook opnieuw beginnen. Dat hoort bij het spelletje. Ja, en dat is dus moeilijk met dit spel. Er staat vanaf, even kijken, 4 jaar... Jeremiah is 4, maar voor die leeftijd is het soms nog moeilijk te begrijpen dat ze dan toch nog... Nou ja, ze begrijpen het wel, maar ze vinden het gewoon niet leuk. Want ze willen winnen en ze vallen weer in het gat. En dan moet er een nieuw konijntje opgezet worden. Dus wat kunnen we doen? Gaan we stoppen of spelen we door? Jeremiah is nu even in de boze bui. Moeten we even wachten totdat de boze bui voorbij is? Ja? Oké. Okay. Nou, laat ik hem even op pauze en dan wachten we het even af. Doei! Hey, Jeremiah, is de boze bui voorbij? Ja, jawel, hij lacht weer, jawel. Nou, wat hebben we besloten? We zijn maar zo sportief en ruimdenkend. We hebben weer een geel konijn op zijn plek neergezet. Ik sta nog gewoon lekker voor de brug. En we spelen weer verder. Gaat u maar!
Dat is de verkeerde stapel, schat. Het pot is altijd omgedraaid. Eentje pakken. Ja, wat heb je? Laat eens zien. Oh, er staat op zijn kop een konijn op de kop. Twee stapjes. Oeh, je bent er bijna hoor. 1, 2. Dus dat is het laatste stapje. 1. En dan ben je automatisch daar. En dan heb je... En dan heb je... Nou, een beetje pleier. Je mag weer opnieuw. Oh, gelukkig. Jeremiah is weer terug. Nou, ik zal nog één pakken. Kijken hoe lang het nog duurt. Ik heb 2. Dus ik mag over de brug, want hij staat niet omhoog. En 2. Ja, pak maar weer één. Nou. Pak maar weer een kaartje. I want. Welke heb je? Laat eens zien. Welke heb je? 1 stapje. Oh, nog net niet. Ik denk dat je de volgende ronde gaat winnen. Denk het wel, denk je niet? Ja. Ja, wat denk je zelf? Laten we de stoelen even staan, alsjeblieft. We zijn nog bezig met een spelletje. Ik heb 1. Hoi. 1, oké. Okay. Welke heb je? Laat eens zien. Klik! Oh, sta je nog niet bovenop het konijn? Duurt ook zo lang soms. Oeh, gelukkig. Geen tweede drama. Ik heb 2 stapjes. 1, 2. Dan sta ik ook al hoog. Ik ben er bijna. Ja, misschien haal ik je nog wel in, Jeremiah. Wie weet. Nee, niet hoor. Wat heb je? 2! Ja, dat is hem. Dan sta je gewoon op de top. Bovenaan de wortel. Dus wie heeft er gewonnen? Mama. Mama heeft gewonnen? Ja. Echt waar? Ja. Sta ik bovenaan op de wortel? Nee, ik sta daar beneden. En jij staat boven. Bovenaan, dus wat heb jij? Gewonnen! Yeah. Oh, kijk hem nu eens blij zijn. Oh jee, jump op de bank. Dat doen we normaal ook nooit, maar hij is zo blij. Yay! Yeah. Nou, zeg maar even dag, dag. Doei, tot de volgende keer. Met JQ's. Oh, boom. Doei. Nou, hier nog even de doos van het spel van Bunny Hop. Pas op voor de valkuilen en hindernissen. Ravensburger. En het kost nu ongeveer rond de 20 euro. Per winkel verschillend. Maar mama, je vergeet nog het boek. Ja, het boekje laten we ook even zien. Hier staat alles precies in beschreven. Wat erin zit. Hoe het spel precies werkt. Dus dat is altijd makkelijk om een gebruiksaanwijzing te hebben. Hier nog even de achterkant van het spel met een leuk verhaaltje. De complete gekke konijnenrace is begonnen. Dus een vernieuwde uitvoering, dus nog spannender. De inhoud is 1 groene heuvel met beweegbare velden, een mol, een ophaalbrug, een hek en een draaibare wortel, 16 konijnen, 48 speelkaarten en een handleiding. Nou, dat was hem. Nou, ik vond het een hartstikke leuk spel. Voor de jonge kinderen soms wat vervelend dat ze zo snel uit het spel gaan terwijl ze denken te winnen. Maar al met al leuk en gezellig om te spelen met elkaar.